De agenda van de Veenkoloniën heeft haar koers verlegd. Het samenwerkingsverband waarin gemeenten, provincies en waterschappen zitten, bedenkt niet langer zelf wat er moet gebeuren om de economie en leefbaarheid in het gebied te stimuleren. De initiatieven moeten straks vanuit de samenleving komen. De agenda van de Veenkoloniën gaat een meer ondersteunende rol spelen. Het gebied geeft aan van wat is noodzakelijk om toekomstperspectief te hebben. Wat moet daarvoor gebeuren? En dat proberen wij als overheid te faciliteren. Ook de focus van de agenda van de Veenkolonie is veranderd. Vroeger waren er 7 aandachtsgebieden, waaronder wonen, infrastructuur en recreatie. Sinds een jaar zijn landbouw, water en energie de speerpunten. Landbouw die moet anticiperen op de wijzigingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarbij de inkomenssteun verminderd gaat worden bij die landbouw en de wijzigingen die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld andere teelten en beter bodembeheer. Ja, daar heb je 1 op 1 te maken met de invloed van het water en van het klimaat. Dus vandaar die hele sterke focus. Het een kan niet zonder het ander. Het Rijk heeft 5 miljoen euro subsidie toegezegd. Daarmee zijn inmiddels tientallen projecten ontwikkeld.